Deze uitzending komt uit de Gelderse Achterhoek. En eigenlijk is het geen uitsmijter, maar een boerenomelet. Want het gaat over de rockgroep Normaal. Die groep komt uit de Achterhoek en zingt in het Achterhoekse dialect over allerlei gebeurtenissen en herinneringen van het Achterhoekse platteland. Maar het zijn geen lieve luisterliedjes, want er wordt een flink stuk harde rockmuziek bijgespeeld. En het taalgebruik is recht voor zijn raap. Daardoor vinden sommigen die zogenaamde boerenrock grof en onbeschaafd. Maar bij de jongeren van het Nederlandse platteland is Normaal al een jaar of 7 bijzonder populair. Die zijn vertrouwd met begrippen als deurdonderen, daldeeën en huiken. En daarom wilden we u ook eens laten proeven van die stevige Achterhoekse boerenpot. Praktiserend boer, ik bedoel... Maar het platteland bestaat niet alleen uit boeren natuurlijk, hè? Nee, in dat geval ben we 100% platteland. We hadden nooit uit de stad kunnen komen. En uit de stad had nooit iets dergelijks voort kunnen vloeien. Nooit. Op het platteland hebben veel mensen bijnamen, hè? Jan, hoe heet jij? Op het B-normaal heet ik Brekken Jan Schamschot. En Brekken, dat betekent dat ik altijd probeer om alles te raken wat het raken vult. Je bent ook de drummer. Jan, dat spreekt voor zich. En Schamschot, denk ik, in het verval met het eerste wat ik vertel, dat ook wel... Ja. En alles proberen te raken, mist hij ook altijd wel. Gericht. Ah, Willem? Ja, vroeger wel eens. Ja. In mijn geval was het zo dat ik Willem heette. Zo heb ik dus altijd heet, maar... Dat wie dus verbasterd tot Wimke. En mijn moeders naam was Diene, dus is het Wimke van Diene, dat is logisch. Hè? Ja. En Benny? Ja, Buizen Beent. Dat is Buizen. Is drinken. Ja. Ik moet er ook bij zeggen dat ik B-naam lang niet altijd even terecht is. Maar in het café doet het aardig. Hè? Ja. En Paul? Nou, heel simpel. Ik kom uit een molenaarsfamilie. Vandaar de Mijlmoes. Maverie. Ik heb een Paul Mijlmoes. Ja. Toen ik een jaar of 19 was, dan vond ik het nodig om een jaar in Amsterdam te gaan wonen. Where it all happens. En toen nog een aantal jaren nog meer in de grote stad gewoond. En ik ging gewoon hartstikke dood van de heimwee. Ja, naar het platteland. Ja. Ja. Wat is die Achterhoek nou voor een streek dat je hier blijft? Je blijft wonen. Je wil blijven. Oh. Hoeveel redenen zou je erover op kunnen geven, wel niet? Nou, ten eerste, de taal op zich is al iets aparts dat hij ook wie denkt en converseert in het Achterhoek. Dus dat is al iets heel aparts. En doet ze dus alleen maar hier. Dit dialect besteedt hier alleen maar. Ja. Dat is al iets.
Dat is al heel klein. Ja. Ja, is hier... En daarom wil je hier blijven ook? Ja. Ja, nou, maar het is hier, het is hier gezellig. En, maar ik neem aan dat je bedoelt, waarom is het hier gezelliger dan ergens anders? En dat, afgezien van het feit dat je hier geboren bent, dat maakt ons super subjectief natuurlijk. Ja, maar wie je... ja, de Achterhoek heeft een soort gemoedelijkheid gekoppeld aan een degelijke ouderwetse standvastigheid. Ja. Ik dacht dat dat ook een reden was. Ja. En dat het hier prachtig is, toch? Of niet? Ja. Zeldzaam. En wie heb je een donderspatje schik, dacht ik zo. Oh, even van. Oh, dat is het. En wie kan er beter over de Achterhoek vertellen als een maskerolle die van deur naar deur trok om zijn spulletjes te verkopen. En als ze op de boeren deed aan de boerin een charretel verkocht had, dan moest ook meteen uit de pas worden, dat snap je zeker wel. En zo'n maskerolle hier in de Achterhoek. En hier woon je, hè? Ja. Beetje eenzaam, hè? Ja, 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 dat is absoluut voor mij nodig. Ja, ik noem het zelf niet eenzaam, maar om op deze manier te wonen, dat, met mijn beroep, in de eerste plaats moet dat wel als om rust te vinden. In de tweede plaats ben ik zo, ja, ik ben hier geboren, ik ben eraan gewend. Ik heb in de stad gewoond en dat beviel me niet, daar kon ik niet tegen. Nee. Je wilt een beetje op jezelf zijn op het platteland. Ja, ja. Bij ons is het kermisvieren. Er zit een beetje van de goede, oude, eeuwenoude oogstfeest, een kermissfeer zit erin. Dus, gewoon van 8 tot 12, we hebben 11:30 koffie met brood, dan is het afgelopen, maar dan is iedereen hier de schoenen vol. En dan hebben ze een hoop feest gehad. Dat is, bij ons is het nog dat olde, die ouderwetse plattelandsgeest, zou ik toch maar zeggen, of niet? Beetje breugel. Ja, de breugeliaanse brekkerijen. Je hoeft alleen maar zelf te zijn op het podium. En, dan, en samen met een goede bonk rock and roll, wat toch de tegenwoordig de 20e eeuwse hoempa muziek is, of de feestmuziek. Jullie hebben ook een aantal begrippen ingevoerd, hè, die bekend geworden zijn. Achterhoekse begrippen, zoals deurdonderen. Hè? Wat betekent dat? Sommige mensen die denken dat het iets met donderen of donderjagen of zo te maken heeft. Maar dat is niet zo. Dat is tegen beter weten in. Er is ook een van de stamgasten hier nou niet aanwezig. Die had ik al heel lang niet meer gezien. Maar toen vroeg ik heel geïnteresseerd van hoe gaat het er nou eigenlijk met? En toen zeggen van ach... beetje triestig zo, ach, gewoon deurdonderen zeg. Doorgaan? Ja. Mm-hmm. Gewoon, maakt niet uit wat er ook voor tegenslagen voelen ook. Gewoon deur, hoor. En daldeeën, wat betekent dat? Daldeeën? Daldeeën. Schik maar. Alles wat lekker is. Ja. Maar dat betekent ook zo... Daaram met bad. Ja. Van alles, zo niet. En huiken? Hetzelfde. Hetzelfde, maar iets ruiger. Maar het heeft dus allemaal, al deze begrippen, maar heel goed begrip, heeft niks met agressie te maken. Nee. Dat is niet huigen, dat is niet aldeen, dat is niet leuk. Gewoon alles wat echt gezellig is. Alleen aan de ruige kant natuurlijk een beetje. Zeg, dit is jouw lievelingsplekje, hè? Ja, een van de, ja. Waarom? Wat is het eigenlijk? Nou, het is de Gummeloze historie, zou je kunnen zeggen. Maar ik vind dat hier zo'n machtig mooi uitzicht heb. Toen het kasteel in begin 1800 is aangelegd, is ook de omgeving is helemaal aangelegd. Zoals die grote bomen nog eens.
Die zijn volwassen uit Utrecht gehaald. S'nachts over de weg met een stuk of 60 paarden. Dat vind ik, ja. En nou, dat jagershuis is natuurlijk een fantastisch mooi gezicht. Ik heb daar aan die vijver vroeger altijd zitten vissen. Als de ijs ligt, is dat de mooiste ijsbaan van Nederland, vind ik. Misschien wel van de wereld. Ik heb nog goed herinneren, hele leuke herinneringen aan. Want schaatsen, dat was hier in Hummelo een enorme traditie. En mijn vader was ook penningmeester of zoiets van de ijsclub. Ik weet nog goed dat Jansen was hier baanveger. En je had hier nog wat van die eigenwijze figuren die zeiden van... nou, we willen niet betalen, want al wat God geschapen heeft is voor ons allen. En dan zei Jansen nog, tamelijk ad rem, vond ik, maar de baanveger en het licht worden niet door God betaald. Zo kan ik me nog een hoop herinneren van vroeger. Verkeringen kwamen aan op de ijsbaan. Hier hebben we weinige plaatsen, naast bruiloften en de kermis. Verder gingen we niet uit vroeger. Dus, Ja, jongens, de winter van 82, 83 was een waardeloze klootwinter. Een echte winter dat mij minstens een maand lang schaatsen. Vroeger, toen hij dat nog wel. Toen ik zo'n kleine jongen was. En dan werd ik 's morgens wakker. En dan keek ik door het dakraam en dan zag ik helemaal niks. Allemaal van die ijsbloemen erop. En dan ging ik zo. Even blazen, weet je wel. Dan kreeg ik zo'n gat. Dan kon je neerkijken. Ik zei, oh, mama, het heeft veel vroeger. En dan zongen we ijskanlien, ijskanlien. Het heeft, dacht ik, allemaal te maken met hoe zelf bent. Ja, precies. Hoe zelf, wat er in ons leeft. Wat voor gedachten of we hebben. Sommige mensen vinden dat grof en onbeschaafd. En wij zelf vinden het natuurlijk alleen maar recht voor zijn raap. Maar er bent ook in de Achterhoek wel mensen. Nee, dat kun je niet zeggen dat grof en onbeschaafd typisch Achterhoeks is. Dat is zeker niet. De meeste mensen met die niet grof en onbeschaafd. Die vinden ons ook wel een beetje te. Maar wie met jonge Achterhoekers? Moderne Achterhoekers, ja. In dat opzicht dus. Ik ging aan een 23-50 jaar jongen was, ja. Dan komt hij mijn, dan moest ik ook alles op ballen zetten en ging er zo tussen staan. Ik kreeg het ook voor elkaar nog. En dan alles, een beetje een drummer helemaal. Ja. Dat kun je ook. Dat kan ik ook nog. Ja. Drummer, daar hoef je ook niet voor te doen. Wel meer massen en walsen. Ja, dat wel. Ja. Ja, de muziek die vind ik goed, dus ik heb wel een beetje verstand van muziek. Niet in tel van de honger winter en toen wisten ze het wel. Op fietsen zonder benden kwamen ze schooier en op spek. Nee, geen trabant weer terug, maar de boer die is niet gek. Allemaal! De boer is troep, de boer is troep.
koning en de andere dag een boeg.